Dag allemaal weer, hier is Sophocles Antigone, vers 415 tot 421. De wachter is begonnen te vertellen over hoe die Antigone gearresteerd heeft in de buurt van het lijk van Polyneikes. En hij heeft gezegd van, eerst van hebben we het lijk weer schoongeveegd, hè, al het zand eraf gegooid en we zijn een beetje uit de wind gezeten zodat we het stank niet konden ruiken. Toen zijn we maar gaan wachten en elkaar wakker gehouden. Gronon tade en tosuton est en aite rimessoi kateste lampros heliukoplos kai kaumetalpe. Tade en dit, dit is onzijdig meervoud van todde, ditte, zowel deze dingen, deze situatie, en was, oftewel deze situatie was aanwezig, dit duurde, zouden wij gewoon zeggen, denk ik, dit duurde gronon tosuton. Zo lange tijd, zo grote tijd eigenlijk, hè, maar in dit geval is zo lange tijd de bedoeling. Dus een tijd was dit zo lang, hè, dus zo in volgorde, daarom is dit hyperbaton hier zo, we hebben het uit elkaar. Niet esti, maar este, en dat betekent totdat de lampros kuklos helio, de lampros kuklos nominativus, dus onderwerp, totdat de stralende cirkel, hè, kuklos, de cyclus, hè, dus ik denk aan een cirkel daarvan. Heliou, genitivus van de zon, van Helios. En aeterimesoi, letterlijk in de middelste hemel. Aeter is hemel. Oftewel in de hemel midden, oftewel in midden in de hemel. Dus dominant gebruik van dat mesoi, noem je dat. Dan zeg je niet in de middelste hemel of zo, maar midden in de hemel. Kat este. Kathistamai, gaan staan of zoiets dergelijks. Hier Aoristus, dus ging staan, misschien beter ook gewoon was komen te staan of stond of zoiets dergelijks. Kai kauma etalpe. En dat is, de kauma is de hitte en talpo is warm maken gewoon, dus verwarmen. Ook wel branden misschien, maar dat is dan een beetje afgeleide betekenis. En de hitte ons verwarmde, de hitte brandde. Imperfectum is een toestand. Dus Aoristus, die zon kwam daar en toen was de toestand was vreselijk heet. Ze hadden het heel zwaar daar tijdens het wachthouden ofzo. En toen gebeurde nog iets heel irritants. Kaitot exaifnes tonos tufos aeras skepton uranion achos pimplesi perion. En tot de, op dat moment, exaifnes, plotseling, gtonos, geen die is van gtoon, en dat betekent denk ik aan allochtoon, betekent al land, oftewel grond, van de grond, tyfos, en denk aan het woord tyfoon, dat is een wervelwind, een windhoos, aeras, aoristus, participium van aero, betekent optillen, hier, participium dus, nadat opgetild had of zo, nadat optilde, skepton een stofwolk. Accusatief hier zo. Uranion agos, letterlijk een hemelse ellende of onheil. Het is een woord dat je alleen in poëzie tegenkomt eigenlijk. Het is een hoogdravende term. Het maakt het dus heel erg, hè, stelt hij het voor als iets een ten hemel reikend onheil. Het gaat denk ik over die stofwolk, maar misschien is het ook wel die tyfos, die wervelwind. Het is niet helemaal duidelijk waar het nou over gaat, maar goed, het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. En wat doet die tyfoon, of die wervelwind dan? Die pimplemi is het thematische werkwoord, athematische werkwoord, die de heivorm pimplesi, vult de pedion, de vlakte. Dus, in normaal Nederlandse volgorde, en op dat moment zou ik hier gewoon een persoonsvorm van maken, met N erachter, tilde een wervelwind een stofwolk plotseling van de grond op, een ten hemel reikend onheil, doe je gewoon los tussendoor, en dus, en vulde, of vult de vlakte. Misschien presens historicum, vulde de vlakte. Dit een participium presens, lezen we verder. Pasan aikidzon phoben hules pediados. Aikidzon is kapot maken, oftewel vernietigend, beschadigend. Beschadigen hier de participium presens, terwijl beschadigde, terwijl die vernietigde. Het gaat dus over die tyfos. Terwijl die vernietigde, terwijl die beschadigde. Pasan phoben, al het gebladerde,
gebladerte, oftewel het blad. Hules pediados. Hule is het hout eigenlijk, oftewel de houten planten die daar groeien. Het struiken, misschien dergelijks. Hè. Pedias is een bijvoeglijk naamwoord, dat betekent van de vlakte. Pedion is de vlakte, pedias is van de vlakte. Pediados is geen type daar weer van, dus van het vlakte bos of zoiets dergelijks. Van het bos van de vlakte, van het hout van de vlakte. Van het gewas, het struikgewas van de vlakte. De en, na een komma moet je de altijd vertalen. En het en emestote megas aiter. En de megas aiter nominatives en de grote hemel. En emestote. Van mesto omai betekent. Mesto o betekent vullen. Mesto omai gevuld worden, passief. Hier zie je dat het passief moet zijn, theta. En de grote hemel werd ermee gevuld. Het feit dat en emestote uit elkaar zijn geplaatst, normaal gesproken zou het aan elkaar zijn geschreven, maar dat komt hier door de, dat het er tussendoor komt, dat het uit elkaar staat. Dat noem je tmesis, oftewel doorsnijding. Het woord en emestote wordt doorgesneden. Dat is in het Nederlands ook niet heel raar hoor, trouwens. Hij maakte de deur open. Het werkwoord is eigenlijk openmaken. Maar hij zegt niet, hij openmaakte de deur. Nee, dat zou logisch zijn, maar dat doe je niet. Je zegt, hij maakte de deur open. Dus je snij het woord maakte open, of sorry, openmaakte, dus snij je door. Dat is in het Grieks, komt dat ook af en toe voor. En dat noemen we dan officieel tmesis. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Dus de grote hemel werd ermee gevuld met die stofwolken. Alliteratie heb ik nog niet eens genoemd. Hè. Pimplesi, pedion, passan. En dan ook weer officieel poben, of oorspronkelijk. Hules pediados. Allemaal p-klanken. Alliteratie noem je dat. Zelfde medeklinkers aan het begin van opeenvolgende woorden. Of dat iets uitbeeldt hier, denk ik niet. Het is wel versiering van de taal. Misschien kan je daarover nadenken. Hebben we het in de les misschien nog over. Musantes deigomen theian nosson. Hier achter een punt komma hoef je niet per se te vertalen. Maar je kunt ook zeggen en. Musantes. Participium aorist is van mu. Muo betekent sluiten, oftewel hier onze ogen sluiten. Dus, en nadat we onze ogen gesloten hadden, oftewel, en we sloten onze ogen, en eigomen theianosson. Letterlijk, wij hadden, in dit geval, wij hielden uit, hielden we het theianosson, de goddelijke ziekte, letterlijk, maar bedoeld wordt de goddelijke plaag, dus door de goden gezonde plaag. Die hielden we uit. Dus de plaag gaat uiteraard over die stofwolken, die wervelwind enzovoort, die dat veroorzaakt. Sloten de ogen en hielden die goddelijke plaag uit. We bleven wachten tot het voorbij was. Nou, en op dat moment dat het voorbij is, dan zien ze haar. Maar dat in het volgende filmpje.